In de Duitse stad Frankfurt moeten dit weekend zo'n 60.000 mensen hun huis verlaten omdat een bom uit de Tweede Wereldoorlog wordt ontmanteld. De evacuatie begint zondagochtend vroeg en naar verwachting rond 20 uur mogen de mensen hun huis weer in. Het is de grootste evacuatie in Duitsland sinds de Tweede Wereldoorlog. Het gebied in een straal van 1,5 kilometer rond de locatie van de bom wordt afgezet. Er staan daar zo'n 20 bejaarden ten huizen. Ook de Centrale Bank van Duitsland wordt ontruimd, waar ruim 1700 ton goud ondergronds ligt opgeslagen. Beschadigd het is een bom van ruim 1,8 ton. De Britse luchtmacht wierp hem af tussen 1943 en 1945 en hij is waarschijnlijk beschadigd geraakt, waardoor hij niet is afgegaan. De bom werd ontdekt tijdens graafwerkzaamheden. In Duitsland worden nog geregeld bommen gevonden uit de Tweede Wereldoorlog. In december vorig jaar werden ruim 54.000 inwoners van Augsburg geëvacueerd nadat er een bom was gevonden. Die bom was ongeveer net zo zwaar als het exemplaar in Frankfurt.